Hallo, welkom bij een nieuwe video. Het is een tijd geleden dat ik jullie aangesproken heb in Real. En dat komt natuurlijk door de hele reeks van video's die ik allemaal heb opgenomen in Amerika. En ik ben er nog lang niet hoor, maar ik dacht van, ik laat weer eventjes weer mijn gezicht zien. Ik ga vandaag, ik denk, de grootste unboxing zien die ik ooit gedaan heb. En dat zijn natuurlijk alle aankopen in Amerika. En dan zou je denken, deze hoed heb ik daar gekocht. Niks is minder waar. De eerste keer dat ik naar een kringloop was, wat denk je dat ik tegenkom? Deze hoed. 10 euro, ik kan zeggen dollar. 10 euro heb ik deze meegenomen. En het was niet de enige. Maar oh my god. Alsof het echt al... Oh, I know. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar in één keer zag ik de mooiste hoeden. Hier ook, het zijn echt dure hoeden hoor, Real. Hier staat ook inderdaad in, Cowboys favorite. Maar hoe te gek is deze? Ik heb bewust daar geen grote hoge hoeden meegenomen, omdat ik dacht van, ik weet niet of ik ga dragen. Dit is ook best een hoge. En die echte western hoeden zijn ook nog eens heel breed. Dus dan zou je bijna denken, ja, leuk, compensatie van je heupen. Zo breed waren ze ook bijna. Dus die heb ik dus niet, nu had ik, en deze was 6 euro, oh my god. Dus nu heb ik voor 16 euro twee hele gave hoeden gevonden. Die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Ook al had ik een hele bubs al meegenomen uit de States. Zoals je in de vorige video kon zien in Nashville heb ik natuurlijk inderdaad een hoed gescoord. Een hoedenwinkel, fantastisch, waar veel bekende mensen ook naartoe kwamen. En ik zal deze even laten zien. Dit is trouwens echt van... Ik heb konijnenvacht gemaakt, dus ik probeer zoveel mogelijk inderdaad een plastic te houden. Ik wilde een hoed die ik gewoon dagelijks leven op kan doen in Nederland. Zonder dat je denkt van, oh kind, heb je een western vibe of zo. En dit is eigenlijk een beetje het model wat ik fantastisch, gewoon helemaal geweldig vind. Lijkt op de Canadian officer, zeg maar de politie in Canada. Alleen in het klein. Dus het is een hele fashion hoed, vind ik. Die ik gewoon dagelijks kan dragen. Waarvan je niet meteen, tenminste heb ik, niet meteen de associatie hebt van hey, dit is een western hoed. Je ziet dat hij ietsje hoger is, maar wat een geweldig hoed. Hij was inderdaad wel wat prijzig, volgens mij rond de $200. Maar ik dacht, dit vind ik zo fantastisch. Het is gewoon een fashion statement en een mooie souvenir uit de States. Dus dit is een aankoop die je al hebt gezien. Nou, ik ben altijd al gek geweest van de western style. Als kind vond ik het al helemaal geweldig. Was ik inderdaad ook cowgirl. Vond ik helemaal fantastisch. Een pakje aan met franjes en hoed, noem maar op. Dus ergens, en ik zou niet weten, want mijn ouders hebben daar helemaal niks mee. Waar het vandaan komt, ik heb geen idee. Maar ik laat je nu wat dingen zien die je al weet, die ik sowieso al gekocht heb. En deze zag je wel al voorbij komen. Heb ik in Nashville gekocht. En die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Helemaal geweldig. Gewoon boots, de ster natuurlijk. En de hoed. Daar is echt geen ontkomen aan. Dus echt hele leuke stijl. Vind ik, ja, sowieso echt alles wat hoeden of lazen hadden. Qua afbeeldingen, dan had je mij. Ze gingen helemaal los. Sowieso ook in Nashville. Maar ik laat je nog even iets zien wat ik al had laten zien. Dat je weet, de allereerste aankoop, en die was in Walmart. Ja, je kan niet naar huis zonder een Dolly Parton t-shirt natuurlijk. Dus deze heb ik ook gescoord. Fantastisch. Echt een koopje volgens mij $8 of $9. Dus mijn tip is, wil je dit soort shirtjes heel goedkoop? Dan kan je beter bij Walmart shoppen. Want dit kom je ook wel tegen in Nashville. Maar daar betaal je ook wel veel meer voor. Dus heel erg leuk t-shirt heb ik daar ook lekker dragen. Wat je ook al gezien hebt. De andere die verklaarde me voor gek, maar ik moest hem hebben. Is het beroemde pennenbakje. Ik heb heel lang gewacht met het unboxing video. Dus ik dacht van, oh, ik ga hem nu opnemen. Want ik kan niet wachten om deze echt neer te gaan zetten. En te gaan gebruiken. Hoe geweldig is deze laars. I know. Ik word helemaal gek. Vervolgens komen er toch heel veel lampjes tegen. En porseleinen laarzen. Maar was gewoon uiteindelijk niet te doen. Je zal ook zien later nog in de video's. De laatste dag kwam ik zelfs nog laarskaarsen tegen. Nou, ik dacht dat ik gek werd. Heb ik niet gekocht. Maar dat zal je dan wel zien. Wat hebben we nog meer meegenomen uit Nashville? Nou, sleutelhanger. Oh my god. Hoe leuk is dit?
met het laarsje. Misschien dat ik die wel aan een ketting hang en die gewoon als sleutel hangen hou. Dus ik vind hem echt super, super grappig. En die heb ik sowieso meegenomen. Maar weet je, je slaat echt door. Dat zeg ik even tegen mezelf. Want in één keer vond ik dit dus ook helemaal leuk. Dit is dus om je blikje of flesje te doen. Want daar is het ook heel warm. En vaak is het drinken heel koud. Dus dan kan je die doen eromheen. Maar ik kan het natuurlijk ook gewoon om een koffiebeker of zo doen. Oh, dit wil je toch? Dit is toch helemaal... Dit is toch gewoon... Ja, ik sla door. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Wat ik ook nog in Nashville heb gekocht, is dit t-shirt van Elvis. Want ik wilde niet zo'n kitscherige, zo'n nep t-shirt. Deze is ook kitsch, maar wel een hele mooie afbeelding. En die kleurstelling vind ik dus te gek. Dus grijs met dat beige goud. En een beetje met dat rood. Vind ik een heel tof t-shirt. Echt alsof het een heel erg vintage shirt is. En jullie vroegen ook, wat heeft André allemaal gekocht? Nou, ik denk dat die 12 t-shirts of zo gekocht heeft. Sowieso bij het Gas Monkey. Waar we natuurlijk de eerste dag is helemaal losgegaan. En we zijn er ook de laatste dag heen geweest. Want daar hebben we een tour gedaan. Kun je nog verwachten. Dus die komt er nog aan. En toen heeft hij ook nog wat dingen gekocht. Maar ook door de hele reis heen is hij best wel losgegaan. Omdat hij en de stijl te gek vindt. En vaak niet in zijn maat hier te krijgen is. Of de prijzen zijn vele malen hoger. Dus zoals Levi's is dat echt heel goedkoop. Zeker als je dat ook nog eens koopt in de Walmart. Heb je Levi's, Dickies, Wrangler en zo. Stukken goedkoper. Dus als je denkt van, hey, ik wil daarheen en ik wil goed inslaan. Kan je beter naar een Walmart gaan. In Graceland natuurlijk al heel wat magneetjes meegenomen. Tenminste, sowieso 2 van Elvis. En ik heb deze ook meegenomen voor... ja, het is toch superleuk aan de koelkast. Nashville, het is ook gelijk een flessen openen. Maar I love it. Nou, wat ik al zeg, alles met laarsjes, sterren, vlaggen, maakt niet uit. Is gewoon leuk. Oh, en nog zo'n heel tof t-shirt is deze met Austin. Ik ben normaal niet van geel met zwart. Grote allergie. Ook allergisch in die kamer van Elvis. Dat ik denk, my god, dat was echt de playroom volgens mij. Een beetje muziek en video's en noem maar op. Geel met zwart. Oh, ik denk dat ik dat de allerlelijkste combinatie vind. Maar hier, omdat het subtiel is met bruin nog erbij, zie ik het wel door de vingers. Dus een heel leuk shotje. En dat was niet het enige t-shirt dat ik gekocht heb. Deze gaat nog komen. Heel erg tof, leuk shirt. Met deze laarzen. Ik zag die eerst al in een wat duurdere winkel. Ik dacht van, ik ga hem niet doen. Niet in deze kleurstelling, maar in andere kleuren. En vervolgens ging ik nog een heel leuk winkeltje bezoeken waar ik deze gekocht heb. De mouw vind ik echt mega lelijk. Sowieso heel lang. En dan ook nog zo'n roesel eraan. Het t-shirt zelf is ook nog lang. Waardoor dit... Ja, ik doe het sowieso in de broek. Waardoor het wegvalt. Het zijn hele mooie borduursels. Kijk, je ziet het ook echt heel mooi van de achterkant. Dus ik ben nu heel sterk aan het overwegen om hier langs te knippen. En die bijvoorbeeld, zoals deze. Dit is een hele, al heel lang, deze blouse vintage. Om die bijvoorbeeld inderdaad op een blouseje te borduren. Hoe leuk is dat? Of op een jasje, achtergrond, noem maar op. Het was wel een prijzig, nou ja, prijzig van t-shirt. Ja. Volgens mij $78. Van t-shirt is natuurlijk best wel aan de hoge kant. Maar wel mooie kwaliteit. Dus ik denk dat die boots eraan gaan. Even laatste t-shirt. Dus daar rond ik even de categorie t-shirts af. Deze heb ik in Fort Worth Stockyards gekocht. Nou, ik verheug me echt op die video. Ik denk dat dat echt cowboy western heaven is. Ga je nog allemaal zien, maar deze heb ik daar gescoord. We hadden veel dure, rijke winkels. Maar kijk even naar die afbeelding. Je wordt helemaal gek. Ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. Hoe leuk is dit? Ik zie hem ook helemaal inderdaad met een kraagje en een sjaaltje en helemaal opspijzen. Mooi ook dat dit off-white is. Vind ik altijd ook wel iets rijker maken. Maar ik word toch gek van die afbeeldingen. Prijzig shirt. Volgens mij ook $70 of $80. Is ook nooit in Nederland uitgeven aan een t-shirt. Maar dit was wel echt een heel unieke print. Dat ik dacht, ja, ik moet iets van die winkel. Want dat was echt een Valhalla shop. Die ga je nog zien, die ga je nog zien. Ik hoop toch dat jullie dit heel leuk vinden. Ik zie dat de kijkcijfers enorm teruggaan. Mensen denken misschien, wat moet ik met die Amerikaanse zooi?
Maar ik neem je vooral mee op inspiratie en mijn reis wil ik jullie ook door mijn ogen laten zien. En ik hoop echt, want het is echt voor mij heeft zo goed uitgepakt die reis. Dit raad ik iedereen aan. Fantastisch, heel simpel. Je ziet eigenlijk alles op een korte tijd. En ook nog budgetproof. Dus het hoeft niet de hoofdprijs te zijn als je daar naartoe gaat. Maar alsnog, je moet het zelf beleven en ik vond het echt fantastisch. Maar ik vind het dus jammer dat het dus niet heel goed bekeken wordt. Waar het aan ligt, ik heb geen idee. Misschien dat ik daar niet veel zelf in vertel. Ga ik misschien in de volgende video's dan wel doen. Maar goed, ik ga verder met de andere items die ik gekocht heb. André ging natuurlijk helemaal los in de Levi's store. Ik vind het leuk, maar... ik hoef dat niet per se. Ik heb gewoon hele goede denims nu ook van andere merken. Hoef ik niet per se een Levi's te hebben. Maar ik zag eens wel iets heel erg leuks. Ook nog in de sale. Voor een tientje was deze hele leuke riem. Echt een lange. Maar ik vind de kleurcombinatie zo tof. Dus die heb ik wel even meegenomen. Walmart. I know. En Dolly Parton. Nou, ik ben niet groot fan. Maar je wordt gewoon aangestoken door het virus daar. Dus ik kon deze servetten. Staan. Servetten. Oh, ik word helemaal gek. Ik vind het echt zonde om die te gaan gebruiken. Dus dat ga ik denk ik ook niet doen. Maar dit wil je toch. Dit wil ik. Dit wil ik gewoon. En om even in dezelfde kleurstelling te blijven. Kijk wat ik zag. Oh my god. Deze zag ook weer in dat Fort Worth Stockyards. Dus Western Heaven kwam ik deze tegen. Ik werd helemaal gek. Ik moet alleen heel even uitkijken, want ik zag... En dan staat het een beetje los. Dus dan moet ik even goed bijwerken. Maar I know. Oh, ik ben sowieso een sucker van die mappies. En dit is natuurlijk wel gewoon heel leuk om of make-up of iets anders in te doen. Dus echt mega blij mee. Ja, daar lagen zoveel dingen. Weet je, ik kon gewoon failliet gaan. In Austin, die gaat nog komen, ging ik bijna failliet aan het kopen van laarzen. Zoveel moois heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Maar daardoor werd ik zo overweldigend, dat ik niks meer ging kopen. Dus dat is de andere kant. Dus net als dat je dan hebt, ben ik als vegetarisch, hè, ga ik uit eten. En meestal ben ik gewend, ik heb maar één of twee keuzes. En als het dan een restaurant is waar alleen maar vegan of vegetarisch is en ik ben over, kan ik niet meer kiezen. Dan weet ik het gewoon niet meer. En dat is nu ook bij dat soort winkeltjes dat je denkt, oh, alles is gewoon te gek en mooi en leuk. En ja, ik kom veel dingen tegen in de reis verslagen waarvan ik denk, oh, spijt dat ik dat niet heb meegenomen. Wat heb ik wel meegenomen? Ik ga het je laten zien. Edith, je bent toch ook bij Goodwill geweest en andere vintage winkels? Ja, maar ik heb nu eigenlijk voornamelijk nieuwe dingen laten zien. Het eerste wat ik bij de kringloop heb gekocht, dus bij een Goodwill, is dit jasje geweest. Fantastisch, kijk hoe mooi inderdaad die sculpt zijn aan de onderkant. Dit jasje zit als gegoten. Echt helemaal perfect. Er zit wel zo'n, ja, dit zit erin. Zo'n lapje, heel mooi. Vastgezet haal ik het natuurlijk gelijk uit. Want ik wil het gewoon combineren met een mooie blouse die eroverheen komt. En dan heb ik dat niet nodig. Maar een heel mooi jasje. Was $6. Uiteindelijk voor $3. I know. Ik heb trouwens alle kaarsjes eruit geknipt. Dus als je bij de douane aangehouden wordt. Was trouwens ook echt onze een grote angst. Ik denk, oh my god, hebben we zoveel gekocht. André is ook nog losgegaan bij een autowinkel. Allemaal onderdelen voor zijn auto heeft hij daar gekocht. Dus het was best wel... De derde koffer hadden we inderdaad uiteindelijk nodig. Maar wat hebben we nog meer bij de thrift gehaald? Dit hele leuke gilet. Maar ik moet je zeggen, Goodwill, leuk om dat eindelijk eens te zien. Maar vergelijk het gewoon met de Nederlandse kringloops. Veel nieuwe zooi. En ik kijk toch het liefst naar western of naar echt vintage. Dit is ook wel nieuw. Zeg maar gewoon tweedehands. Maar wel iets bijzonders. En in mijn maat. Want dat is ook nog natuurlijk de vraag. Wat pas ik wel? Wat pas ik niet? En dit was ook een heel leuk gilet. Wat ik natuurlijk op een hele leuke manier waarschijnlijk kan gaan stylen. Hoe en wat. Dat ga ik nog allemaal uitvinden. Maar geweldig. Prijs, ik denk $5. Dus dat was ook echt heel weinig. Wat heb ik nog gezien? Nog een gilet. Maar wel zo'n double breasted. Dus die is wat lager.
Dus het is heel mooi met een blouseje eronder en ga zo maar door. En die was volgens mij maar $3. Dus heel leuk. Veel thrift shops gezien van binnen. Ook omdat ik dat natuurlijk heel leuk vind om jullie dat ook te laten zien. Maar heel weinig daar kunnen scoren. Ze hebben daar dus ook hele grote markten. En lucky us dat wij in het weekend in de plaatsen waren waar die hele grote markten zijn. En het was Houston en San Antonio. Gaat nog komen. En oh, dat was voor mij toch wel, ik denk, de leukste plek om te shoppen. Qua prijstechnisch was het heel goed. Lage prijzen, veel vintage. Ook heel veel Mexican spul, vind ik heel erg leuk. Je zag ook veel Mexicanen, dus natuurlijk echt aan de grens. En ik werd daar gewoon helemaal gek. Ik zag dus deze blouse. Oh, deze zag ik als eerste. Ik denk, oh my god. Ik heb zelfs nog wasmiddel gekocht om deze daar te wassen. Zodat ik hem ook daar aan kon doen. Hij had mouwen. Heb ik gewoon heel ruw uitgeknipt, zoals je ziet. Maar dat vind ik juist wel heel leuk. Beetje dat rauwe randje. Ik ben normaal niet van rood met zwart, maar hierbij vind ik het wel echt te gek. En het blouseje was volgens mij een tientje. Dus echt super tof. Heel leuk. Die hing er al heel lang. Want die zat ook een stickertje op. Nu zie ik hem niet meer. Maar die zat er al bijna helemaal ingeplakt door de zon en noem maar op. Dus maar echt een heel leuk, ja, tof marktje. Wat ik heb bezocht. En ik werd daar gewoon helemaal gek. Ook deze heb ik daar gekocht. Heel tof, met een soort verenprint. Ik ben ook een dubio of ik de mouwen er wel uit ga doen of nog niet. Dus misschien dat ik deze winter ze erin laat en volgend jaar eruit knip. Maar ook deze blouse kostte gewoon heel weinig. Volgens mij is dat maar $5. En een heel rek met allemaal toffe blouses. En André heeft daar ook nog een wit-blauw gestreepte. En ook volgens mij een denim blouse. Echt super tof. Dus voor heel weinig hele gave dingen. Nou, als je het hoort, je hoort de regen keihard naar beneden gaan. Het is heel vreemd weer. Gisteren zat ik nog in een korte broek en was het 26 graden. Vandaag is het een stuk meer afgekoeld. Maar goed, we gaan hier nog terug naar het zonnige Amerika. Geen woorden voor. Dit is toch, dit wil je toch. Dit wil je. Sleutelhanger, leren boot. Ik word helemaal gek. Wat zag ik daar nog meer? Nou, dat was een hele bak vol. Dat is allemaal op die markt geweest. Misschien dat ik deze ook aan een ketting ga maken. Dit doet het ook gewoon. Kijk. Oh. Kost ook niks. Volgens mij ook. Volgens mij $5 of $3 of zo. En even nog meer dingetjes die ik daar vandaan heb. Is dit. Hoe leuk is dit? Het is een magneet met een klemmetje. Dus je kan je dingetjes tussen klemmen. Heel leuk op de koelkast. Moest ik gewoon hebben. En wat ik echt moest hebben, die vonden dus uiteindelijk, zag ik ze in Nashville. Een van de eerste winkels. Heb ik niet eens gefilmd. Maar ik dacht, oh, die wil ik hebben. Helemaal vergeten. Ik zei dat tegen anderen s'avonds, kom, we gaan terug. Gaan we die nog halen? Niet meer gedaan. De hele reis heeft me dan achtervolgd. Nergens zag ik het meer. En denk je, waar gaat het over? Dit. Zo'n ketting. Echt zo'n western ketting. Maar ik wilde, want je zag er heel veel op in die vintage winkels. Met van alles en nog wat. Maar niet met laarsjes. En zeker niet met goudkleurige laarsjes. Want dat wilde ik. En nu, de laatste dag notabene, vond ik ze. Ik zeg nou, ik ga deze winkel nog even binnen. Ik liep echt stuiterend. En ze kostte volgens mij, was het $10 of zo. Kijk, vandaar is dat 10 is gewoon heel weinig. Dus ik had zo'n geluk dat ik deze tegenkwam. Oh, dus voor mij was uiteindelijk die hele reis mooi afgerond met deze aankoop. Deze vond ik trouwens ook nog heel erg leuk. Een kettingje. Ik zal hem heel even uit de knoop halen. Het was bij een heel cheapy winkeltje. Maar ik vond hem wel heel grappig. Een ster met leopard. Zwart en goud, ja, de combinatie maakt het dan gewoon helemaal fantastisch. Volgens mij kost het ook gewoon $2 of zo. Maar hoe leuk is dit, dat je dat gewoon vindt. En ja,
Weet je, mensen gaan naar Ibiza en gaan helemaal hysterisch worden ze, getransformeerd worden ze in die stijl. Ik ging naar Amerika, naar Texas Mississippi, Louisiana en ga zo maar door. En ik werd gewoon gevat helemaal door die stijl daar. We zijn ook nog naar een outlet shopping mall geweest. Dat was wel heel leuk, want dat was gewoon buiten. Dus eigenlijk gewoon een beetje zoals de outlets die je bij ons ziet. En meestal laat ik geen unboxing zien van mijn van designer tassen. Maar deze zit misschien op het randje. Deze heb ik gekocht. Wat zit erin? Ik vind dat een heel leuk merk. En zijn het echt outletprijzen? Ik weet het niet, want ik ben het daarna gaan opzoeken. En deze prijs zag je ook gewoon in de gewone winkels. Dus ik ga deze wel met jullie inderdaad unboxen. Dat je denkt, wat zou ze nou gekocht hebben? Het gaat nog allemaal komen, maar je hebt in ieder geval mijn aankoop al gezien. Iets roze. Hoe onwijs leuk is dit. Ik wilde al lang een knalroze tasje. Chanel zou ik dan zelf voor mezelf niet doen. Maar ik vond dit wel een hele leuke geschikte shape om dit te hebben. Een roze. Dus erg leuk. Dit is wel vrij zwaar ten opzichte van de tas zelf. Er zit een mooi lang hengsel aan. Voor mij ook lang genoeg. Inderdaad dit leer. En zo. Volgens mij was die $120. Dacht ik. Vind ik eigenlijk wel meevallen voor zo'n tas. Maar heel leuk merk. Ik volg het ook op Instagram. Want het is best wel leuke grappige dingetjes. Echt een merk inderdaad uit New York. En heel erg blij mee. Met deze tas heb ik daar helemaal niet gedragen. Heb ik hier pas hier bij een event. Waar roze thema was, heb ik hem voor het eerst al gedragen. Dus ik had hem al stiekem uitgepakt. Uiteindelijk kwam ik een Lane Bryant tegen. En dat is een grote matenwinkel. Je zal ook nog zien in komende video's ben ik ook wat plus size winkels ingegaan. Of ik daar blij van werd of niet. Nou, dat kun je nog zien. Lane Bryant heeft ook een hele mooie lingerie afdeling. Dus daar heb ik sowieso eventjes gekeken. Daar heb ik ook even de tijd voor genomen. Daar zag ik deze hele mooie kleur BH. Heel mooi. Ja, burgundy, warme bordeaux. Hele toffe shape. Ik ben natuurlijk enorm verwend als het gaat om BH's. Illumi. Het is echt een BH-merk wat mij het beste past en staat. En ik dacht, ik wil wel iets van hun meenemen. Ik vond het heel erg leuk. Nou, qua fitting, die dames, die hebben daar niet echt heel veel verstand van. Als je echt letterlijk omrekent, 95G wat ik heb van Illumi, dat was mij daar allemaal ook veel te groot. En het was volgens mij 40H of zo. Klopt helemaal niks van. Dus ik ben uiteindelijk gewoon zelf maar gaan kijken wat zat nou het beste. Welke maat heb ik nou uiteindelijk meegenomen van hun? Even zien. Oh ja, dit is trouwens het merk van Lane Bryant. Misschien ken je het ook wel als je dat ziet. En ik heb uiteindelijk meegenomen 42DD. Dus ja, qua sizing was het echt wel even goed zelf meekijken en wat goed voelde. Ik vond een hele mooie BH. Helaas had er geen broekje bij. Dus ik heb alleen deze gedaan. Ik heb wel nog van die broekjes meegenomen. Ze zijn super fijn. Er was ook nog 3 en 3 gratis. Dus ik had van die een beetje beige crème broekjes huid voor mijn huidkleur. En ook nog paars en een printje. Dus die heb ik meegenomen en die dan. En ik zag een heel erg leuk jurkje. Ik vind jurkjes lastig, zeker van die echte zomerjurkjes. En deze vond ik wel heel tof. Een beetje westernachtig. Dropped waist. Nou, dat zou je mij niet snel zien dragen, want dat is niet helemaal mijn shape. Want ik heb echt de waist hier nodig en niet op mijn heup, zeg maar. Maar hij zat gewoon heel tof. En ja, ik heb hem uiteindelijk daar niet gedragen. Vond het misschien een beetje zonde. Maar echt heel erg leuk. Ja, je kan die gewoon natuurlijk heel tof stylen. Met een sjaaltje en een hoed en toffe boots en ga zo maar door. Dus echt wel heel leuk. Er zit ook een riempje bij. Inderdaad, stel dat ik hem wel nog wil aansnoren. Dus deze heb ik meegenomen in de sale. Een van de weinige spullen die ik gewoon gekocht heb in een plus size winkel qua kleding. Maar Edith, je bent zoveel bootbarns binnen geweest. I know. Dat was wel echt. Ik heb nog nooit zoveel bootbarns bij elkaar gezien. Wel fantastisch, Walhalla. Van de echte country, echt van het land, tot de fashion lazenwinkels ben ik allemaal binnen geweest. En ik heb zeker lazen meegenomen. Maar eerst neem ik nog even mee naar deze, want die heb ik ook in zo'n winkel meegenomen.
een western blouse. Fantastisch, nog helemaal unwashed. Dat vind ik zo mooi eraan. Hele mooie denim. Onderkant is die gewoon gelokt, niet afgewerkt. Hij is vrij lang, zou ik ook echt als jasje aan kunnen doen. Maar heel mooi. Hele mooi. En dat was ook heel goedkoop. Dus Wrangler kan je daar ook echt heel goedkoop kopen. Ik was eigenlijk nog op zoek naar deze kleurbroek. Die heb ik uiteindelijk niet gevonden. Maar hele mooie blouse inderdaad. En ik heb inderdaad ook laarzen gevonden. Nou, ik heb natuurlijk dikke kuiten. Maar in Nederland lijkt het wel iets makkelijker te zijn dan daar. Wat me ook opviel is dat de bouw van de vrouwen in Amerika heel anders is dan die wij hier zien. Dezelfde shape zie je hier natuurlijk ook wel. Maar de vrouwen daar hebben vrij dunne beentjes. En zijn eigenlijk qua shape vrij blokkerig of rond. Maar het zit altijd een beetje dit en dan hele dunne beentjes. Dat is natuurlijk heel anders dan hoe ik in elkaar zit. En ik had best wel, ik heb natuurlijk wel stevige kuiten. Dus ik heb wel sowieso deze al had ik meegenomen. Super leuk. Het zijn kortjes, maar de kleur vind ik gewoon te gek. Het is echt leer. Echt, liep ook meteen heel fijn. Heb ik daar ook gelijk al gedragen. Dus hele toffe laarzen. Die heb ik sowieso meegenomen. Deze moet ik wel even plakken hier tegenaan. Want die valt echt op de grond. En ik wil natuurlijk niet dat dit helemaal stuk gaat. Dus dan moet ik nog even een andere vragen. Die hadden een speciale kitlijm. Dat ik dat mee hier bevestig. Deze waren ook volgens mij iets van, ik weet het niet eens meer, rond de 120 of zo. Dus die heb ik sowieso gekocht. En ik heb nog laarzen gekocht. Die had ik gezien. Nou, lang naar uitgekeken. Ik wilde een bootborn tas voor mijn laarzen. Oh, dus als ik ergens heen ga, kan ik die natuurlijk gewoon los meenemen. Het is dus geen bowlingtas, maar een laarzentas. I know. Wat zit erin? Ik heb uiteindelijk deze laarzen gekocht. Heel mooi suède. We zien nu veel, niet de beste, maar veel motorboots. Dat is echt een hele grote trend deze winter. Is dit natuurlijk ook wel een beetje een motorlaars. Door dit natuurlijk te gek is. Afgestompte neus, een beetje viezig. Ik heb ook helemaal geen suède en ik heb geen echt in deze kleur. Ik heb wel cognac, wat meer oranje, maar niet deze. Dus. En ook nog in de sale en dat was het laatste paar in mijn maat. En dit is flexibel, heel, heel losjes, zie je dat? Waardoor het heel fijn draagt. Ik ben hier heel blij mee, het was echt een goede score. Ik was onwijs kritisch als het ging om laarzen. Ik dacht, ja, als ik dat wil, dan wil ik ook echt wel heel tof en niet inderdaad die gewoon hier bij een Bristol of een haar of een H&M tegenkomt. Dus ik wilde wel iets bijzonders. En dat vond ik wel met die. Dus ik ben heel blij mee dat ik ze uiteindelijk toch nog wat gevonden heb. En ik moet wel lachen, want André heeft ook laarzen gekocht. Dat wordt nog een heel hilarisch moment in een video die nog gaat komen. Maar nu heb ik je echt alles laten zien wat ik gekocht heb. En ik zou zeggen, ik hoop dat je genoten hebt. Ga ook nog genieten van de andere video's. Heb je die vorige nog niet gezien? Ga eens even kijken en laat me weten wat je ervan vindt. Ik zou zeggen, dank jullie wel allemaal voor het kijken. Ook voor de andere video's waar jullie natuurlijk naar hebben gekeken. En ik zou zeggen, tot snel weer. Bye!